Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. In de vorige aflevering hebben we de eerste Blood Moon gehad in Hard Mode. Hebben we een nieuw wapen te pakken gekregen en hebben we een beetje geëxplored in de Hallowed Biome. In deze aflevering gaan wij naar de Ice Biome om te kijken of we daar misschien het een en ander kunnen vinden wat ons gaat helpen in deze moeilijke, maar toch spectaculaire wereld. Dus we zullen het... Ik ben nog steeds een beetje verkouden, mijn excuses daarvoor, dus als ik een keertje... hoes of nies in de aflevering. Mijn excuses. Maar ik vind het wel belangrijk om gewoon zeg maar de afleveringen door te laten lopen. Want dat vind ik leuk om te doen. En ik hoor een... Is dat een gevaarlijke worm? Ja, dat is een hele gevaarlijke worm. Oh boy, ik haat die beesten. Oh boy. Dit is niet de plek waar ik die beesten eigenlijk wil vechten. En ik weet het, het is heel erg donker. Oh, die wil ik eigenlijk niet laten vallen daar. Meelgeluid! Oké, komt hij hier? Komt hij hier? Ja, hij komt hier. Oh boy. Ik geloof dat ik deze daar heel goed voor kan gebruiken. Komt ie aan hoor. Da-da-da-da. Ik dacht dat jij 5000 health had, maar je hebt maar 500. Foutje van mij. Haha! Ik dacht dat ze 5000 health hadden, maar dat is dus nog niet zo. En oh mijn god, ik neem zoveel schade. Dat raakte mij. Wat raakte mij? Health potion. Just in case. Oh, ik hoor iets. Ik hoor iets. Oh, hallo. Wie is u? Wat is u? Waarom is u? Waarom schiet u? Hier, heb een banaan. Ik bedoel, die hebben we gisteren gevonden, dus ik ben ook zeker blij om die bananen te gebruiken. En ik weet het, jongens, het is heel erg donker. Mijn excuus daarvoor. Oké, zo. Wacht. Oh, oh, oh. Weet je wat, ik denk dat ik heel eventjes offscreen eventjes een paar LPV-potions maak. Oh, Jesus. Wat is het hier eng? Waarom zoveel doodles? Het is geen Blood Moon. Ik denk dat ik heel eventjes snel een LPV-potion maak. Ik ga even naar huis. Ik zie jullie in een seconde. Ah, oké, daar ben ik weer. En ik ben een domoor. Ja, dat zei ik. Ik was helemaal vergeten om Horseshoe Whip te equippen. Waardoor dat we dus zeg maar fall damage namen. En dat was best wel veel. Het verbaast me dat we niet dood zijn gegaan. Oké, nou, ik heb in ieder geval genoeg LPV-potions gemaakt. Dus we gebruiken er gewoon eentje. En we gaan dus zeg maar een beetje een andere kant exploren van de Ice Cave. Hopelijk dat we dus zeg maar een goede stuff vinden. En er zijn ook een heleboel goede drops die we dus zeg maar zouden kunnen vinden. Dus van vijanden die we dus zeg maar hier tegen kunnen komen. Dus ik hoop inderdaad het een en ander te zien. Ik hoorde daar een booby trap afgaan, maar dat boeit me helemaal niet. Maar waarom hou ik een torch vast? Ik bedoel, we hebben licht. Oh! Hallo. Jij bent possessed armor. Jij bent vervelend. Ga dood. Sterf! Oké, nou. Een beetje aan de diepere kant. Dan komen we zeker de nieuwe... ding is tegen, de nieuwe oor misschien. En ja, jij bent toch wat dismanteld? Oké, helemaal goed. Helemaal goed. Oké, nou, hier zit niks. Ik ben toch automatisch gewend, hè? Om toch... toch automatisch eventjes, zeg maar, een torch vasthouden. Terwijl dat er helemaal niet nodig is met die LPV-potions. Dus, ach ja. Nou ja, waarom ook niet? Ik bedoel, het ligt hier toch. Misschien dat we er nog iets leuks van kunnen maken. Ik bedoel, de helm is op zich wel decent. Maar ja, dan mis ik toch wel die bonus die we ervan krijgen. Dus het ligt hier misschien, heel misschien, dat we er nog iets leuks van kunnen maken. We zullen heel eventjes kijken. Ik neem het gewoon eventjes mee. Oké, nou, ik zou het zo fijn vinden als ik die ice skate zou vinden. Oh. Oké, wat zit hier beneden? We gaan gewoon hier naar beneden toe. Wat zit hier allemaal? Wat heb jij voor verborgen dingen voor mij? Weer kobalt, serieus. Ik heb meatrail nodig, jongens. Kom op. Ik zie je daar wel. Sterf. Ga weg. Nou had ik de vraag gekregen of we dus zeg maar ook dingen kunnen despawnen in de wereld van Terraria. En gelukkig is dat dus zeg maar niet het geval. Het is wel een, er is wel een max van aantal dingen zeg maar, die kunnen spawnen. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. Jij bent gevaarlijk. Oké, je bent dood. Dus, maar ja, er is dus wel een max van items, zeg maar, die op de grond kunnen vallen. Ik geloof iets van 200 zoveel. Weet ik niet zeker. Dus, mijn excuus daarvoor. Maar, ja, er zijn dus, zeg maar, er is wel een limitatie. En ik zie nog een ondergronds huisje. Misschien zitten daar de ice skates in. Maar er is dus wel een limitatie van de items die kunnen droppen. En dan droppen vijanden dus, zeg maar, helemaal niks meer. Dus dan moeten we zeker even uitkijken. Goed, nou, als ik hier nou eens heel eventjes doorheen kan. Die zit echt helemaal ingemind, zien jullie daar? Ja, random generated. En oh, jij komt achter mij aan sneaken. Daar hou ik niet van, sterf. Dank je. Dus. Nou, heel eventjes dit zo. Even minen. Ik mine at night. Ik weet nog niet eens of het nacht is. Oké, wat hebben we? Oh, weer een extractinator. Nou, oeh.
Oeh, Ice Machine. We kunnen een extra verdieping maken, dat is leuk. Nou, ik schrik er neder. In Regeneration Potions, die zijn allemaal eigenlijk best wel handig. Tungsten Bars, niet echt meer. Ah, misschien kan ik nog een paar bommetjes gooien, wie weet. Gaat wat sneller met minen, denk ik dan maar zo. Dus, oké, dan weet je wat, we gaan gewoon die bommetjes hier gooien. Vind ik leuk. 1, 2, 3, 4. Dat is leuk! Dat doen we nog een keer. 1, 2, 3, 4. Oké, wat hebben we hier? Hallo! Ik sla jullie eventjes allemaal. Vinden jullie vast en zeker niet erg. We zitten hier wel... Nou ja, ik moet hier wel nog even verder graven, want anders komen we te veel bij die andere cave uit. En we willen nieuwe stuff zien! Dus, ja, ook al zitten we hier... Ik wil hier eigenlijk in het water zitten. Ik hou niet van om in het water te zitten. Oké, doei! Weet je wel, ik mine gewoon heel eventjes deze kant op. Even om dat water heen. En dan hier even een kuiltje naar beneden maken. En dan doe ik hier die bommen gooien. 1, 2, 3, 4. En wegwezen. Oké. Doen we nog een keer. Met de laatste bommen die we hebben. En voor de rest doe ik gewoon naar beneden minen. Dus. Oké. Nou, minen we eventjes snel naar beneden. Deze pickaxe, zoals je ziet, is dus een stuk sneller als de pickaxe die we hebben. De oude pickaxe, die heb ik zoals altijd gewoon, zeg maar, netjes verkocht. Dat is wel zo makkelijk. Dit is heel erg gevaarlijk. Oh, snijkies. Oh, snijkies. Oh, snijkies. Oh, snijkies. Oh, dit is gevaarlijk. Dit is gevaarlijk. 70 damage van net zo'n spin. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Ik wil hier niet te lang blijven. Ik wil hier zeker niet te lang blijven. Ik wil hier echt niet te lang blijven. Oh, boy. Oh, snijkies. Oh, dit is een spider cave. En spider caves, die zijn heel erg gevaarlijk. Wegwees hier. Oh, boy. Geen fan. Handig om inderdaad heel erg snel aan silk te komen, maar... Zagen jullie dan 70 schade? Oh, 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 oh. Niet goed. Geen geld terug. Oké, nou. Op zich. Ja, konden we hier maar een helft beter van maken, hè? Dat gaat een stuk sneller. Nou, kunnen we nog even een leuk cave system vinden of zoiets? Dat lijkt me wel heel erg leuk. Dus we hebben de LPV potion, die nou eventjes gefresht moet worden, dus... Oh, wat donker. Oh, wat licht. Oké. Oké, we hebben hier. Tungsten. Nog steeds niks, hè? Weet je wat, ik knip heel eventjes naar voren toe, dan hadden we iets boeiends tegenkomen, want tot nu toe zijn dit alleen maar graafwerkzaamheden en een zoobed die aan het verdrinken is. Dus ik zie jullie in een seconde. Oh boy. De sterke ijsvijandjes. Oh, dit is zo niet goed. Dit is zo niet goed. De ijs, of ja, de schildpadden, die kunnen echt je zoveel schade doen. Dat is gewoon niet leuk meer. Oké, ik ga jullie gewoon zo raken met de boemerang. Jou vooral! Oké, sterf. Goed zo. Oké. Oh, die dingen zijn eng. Oké, jullie zijn minder eng, maar dat maakt niet uit. Jullie zijn nog steeds gevaarlijk allemaal. Hallo. Ga dood. Jij ook. Sterf. Dank je. Oké. Ik vind het echt eng, jongens. Oh. Ik wil echt die ice skates hebben, jongens. Ik wil echt ice skates. Niks. In beneden dan. Gaan we gewoon mee volgen. Jammer dat deze dingen... Oeh, wat ligt daar? Oh, dat is niks boeiends. Oké, hoi. Ik zie je wel schieten daar. Jij sneaky schietert. Oké. Weer kobalt. Of is dat mithril? Volgens mij is het kobalt weer. Weer kobalt, hè. Ik wil mithril. Daarvoor zijn we hier naar beneden. Ik denk toch dat we in de volgende aflevering gewoon al zeg maar met planken aan de gang gaan. Want dit schiet gewoon niet op. En ik heb ook nog geen weapon erop gekregen of iets. Dus daar ben ik niet echt blij mee. Maar ja, het nadeel is, het is nou hard mode en ik kan nou niet vooruit knippen, omdat overal nou gevaar op de loer ligt. Dus ik ga gewoon heel eventjes hem eventjes killen. Doei! Nou, jij bent geen hard mode vijand, dus jij bent niet boeiend genoeg. Jou kill ik nog met mijn pickaxe, jongen. Oké, nou, ik heb er heel eventjes op zoek verder en ik zie jullie weer in een seconde. Mijnzelfde player, dan wordt het weer een montage. Goed, hè. Over montages gesproken. We zijn alweer bij een volgende cave gekomen. Dus oké. Eet dan een nieuwe zoobed. Iemand is daar flink aan het schieten. Hé, hey, wist dat? Is dit mithril? Hebben we mithril? Silver. Slush. Mithril! Oké. Oh, daar zie ik een vijand. Die kan iets heel handigs droppen. Dude. Je hebt een heel handig wapen wat je kunt droppen, hè? Wist je dat? Auw. En je doet best wel pijn. Ga dood. Nee? Ah, je dropt hem niet. Flame. Die kan zeg maar een... ik geloof dat het een icicle heet of zoiets. En een icicle die zijn...
Echt, ik wil niet door dat ijs zakken de hele tijd. Een ijsikkel die kan dus zeg maar heel erg veilen. Die kan zeg maar, dat is een hele sterke aanval die we dus zeker kunnen gebruiken bij een van de bazen. Die we dus zeg maar in de toekomst nog zullen moeten gaan verslaan. Dus oké, ik ga gewoon deze kant op. Oké, we moeten de andere kant op. Damn. Oké, nou, ik heb nog steeds frozen status. Oké, sterf. Nee, jij gaat niet op mij schieten. Stout. Oké. Moet ik hier nou echt... Waarom zit hier zoveel water? Mag dan wel een LPV-potion hebben, maar echt, dit is gewoon te veel. Oké, weet je wat? We gaan gewoon hier naar beneden graven. En ik knip dit heel eventjes naar voren. Oké, ik zie weer een ondergronds huis. Waarom ook niet? Hallo. Oké, ice skates. Legendary ice blade. 19 schade. Joepie. De potions die we ook wel meenemen. Jester arrows, waarom ook niet? Ik denk ook het hierbij hou. Maar nog steeds geen ice skates. En daar baal ik van. En ja, jullie hebben het misschien al een paar keer gezien dat ik nou extra veel gold meeneem. Maar ja, aangezien dat gold dus zeg maar belangrijk is voor spelanka potions, denk ik bij mij eigenlijk dat het wel handig is om die kring mee te nemen. Dus vandaar dat ik ze zeker meeneem. En ik zie dat we bijna door onze dingen heen zijn, dus ik refresh hem alvast. Oeh, wat heb ik nou weer gedaan? Ik heb heel veel nieuwe... Ah, jij doet pijn. Wat is dit? Flipper. Move like normal in water. Night Owl, increase night vision. En, oh, die andere buff die heeft hij niet gepakt. Oef, zo dan. Oh, en ik heb regeneration, blijkbaar. Tenminste, ik... Heb ik geen... Waarom heb ik geen regeneration? Ik had er... Huh? Ik hoor regeneration te hebben. Omdat ik op B drukte. Oh, flame. Hey, kijk, een life crystal. Maar ja, we hebben ondertussen zoveel life crystals tot we die niet meer nodig hebben. Dus daarvoor heb ik zoiets van, gewoon nee. Wel weer een heleboel kobalt. Jij bent irritant. Zo, jij doet ook nog wel veel schade. Ik kan echt niet wachten tot we... Wil jij doodgaan? Ik zie je wel proberen om mij te zien. Nou, ik ben bang dat we dadelijk dus gewoon zeg maar echt gewoon een kobalt armor gaan maken. Omdat we zoveel kobalt vinden. Terwijl je echt alleen maar de pickaxe nodig hebt. Maar volgens mij was de kobalt armor niet echt een grote improvement. Dus ik weet niet waarom dat ik het allemaal meemaai. Maar ja, ik moet het even ook laten kunnen zien. Dus waarom ook niet. Oké, ja. Even dit minen. Dat minen. Zubat! Irritant! Zeer irritante rotbeesten, sterf! Allemaal! Oké, dit gaat... Oh boy. Ik sla jullie gewoon. Ja, laat zeker niet... Oh boy. Ah! Te veel damage! Help! Oké, ik ga niet meer voor die life crystals. Ik heb er al zat. Ik heb er echt zoveel. En zoals ik al zei, die lantaarns die we maken. Nou, we hebben zoveel hardcontainers nog over. Dus ja, we kunnen er niks meer mee. We kunnen er alleen maar van die lanterns mee maken. En ik heb er echt meer dan genoeg. En zo, jij bent een oude doodle. Hallo. Ga dood. Oké, nou, ik knip weer heel even vooruit. Mithril, mijn grote vriend. Daar wil ik eigenlijk veel meer van vinden. Want ik vind zelf persoonlijk Mithril armor eigenlijk best goed. Serieus, ik ben echt moe van die booby traps. Schildpad al, waar zit hij? Oh, hij zit hier nog steeds onder, hè? Oké. Is dat een mimic of een echt kistje? Dat is een echt kistje. Oké. Ice skates. Ik wil de ice skates. Oké. Heb je hem? Ice skates. We hebben de ice skates. Recall potion niet nodig. Featherfall potion niet nodig. Arrows. Waarom ook niet? Tungsten bars niet nodig. Chester arrows. Waarom ook niet? Oké. Dat is decent. Dat zijn decent stuff die we nou hebben. Oké, we hebben wat. Oh, ik zie dat. Nee. Dat is zeg maar de titanium. Die kunnen wij nu niet minen, aangezien dat wij dus zeg maar geen mithril pickaxe hebben. Waar ik van baal. Oké, wat zit hier allemaal beneden? Dit gaat diep. Dit gaat heel diep. Nou, de ice skates die zorgen er dus voor... Dat is een mimic, hè. Dat moet een mimic zijn. Dat kan niet anders. Ik ben echt heel bang dat we gewoon dus mimics tegen gaan komen. Is dat een kistje? Ik ben echt bang.
Oh, jeez. Die. Oh. Geen... jij dropt de item. Oh boy. Nee, anders zou die nou al hebben aangevallen. Wat zijn dit? Guardian Flurry Boots. The wearer can run super fast. Oh, dat is dus eigenlijk hetzelfde als die andere, alleen dan in een blauw. Oh, multicleur. Waarom ook niet? Oké, ik wil die wel hebben. Deze voor decoratie voor later. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Ben ik blij om. Oké dan. Goed, dan gaan wij nog heel eventjes verder kijken. En... oeh, al de doodles. Al de doodles. Doodle, doodle, doodle. Doodle daar die, doodle daar. Doodle, 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 doodle. LPV potion is uitgewerkt. Ga dood, ga dood, ga dood, ga dood. Dank je. Oké. Nou, ik doe nog één LPV potion en daarna dan gaan we weer naar huis toe. En dan gaan we gewoon eventjes de nieuwe zooi even bij elkaar gooien. En dan gaan we naar de comment van de dag en alles. En dan denk ik dat we wel genoeg hebben geëxploreerd in deze ijskoude wereld. Dus... helaas hebben we geen nieuw wapen gevonden. Het wapen waar ik eigenlijk naar op zoek was. Dus... Zubat. En Fiber, wil je niet zo alsjeblieft zo creepy naar me toe... Oh boy. Ik schrik me eigenlijk helemaal suf van jou, Fiber. Oké. Okay. Nou, weer een beetje Meatrail. Echt van die kleine chunks. Ik heb meer chunks nodig van Meatrail. Oké, nou. Zo. Oh boy. Ah, je raakt me ook nog, hè. Jij stiekem met jij raakt me ook nog. Oh, we zitten alweer in een lavagebied. Nou ja, ik ga gewoon nog lager. Oké. Gewoon hier op lager. Gewoon doen. Ik weet niet waar we hier allemaal tegen kunnen komen, dus. Oh, ik heb frozen status. Joepie. Ik zei het langzaam. Daar ben ik niet blij om. Hallo. Oeh. Oh, wacht, dat is kobalt. Nee. Ja, ik dacht weer Mithril te hebben gevonden, maar nee hoor, het is gewoon kobalt. Daar ben je zo niet vrolijk van. Oké, nou hier hebben we tungsten, dat boeit ook niet echt. Modblocks, ja mijn inventory die zit vol. Oké, we hebben hier planked wall, niet nodig. Hebben we zoveel steen al? Nee, wil ik niet. Dirt, nee. Snow kunnen we gebruiken, gold kunnen we gebruiken. Jester arrows kunnen we gebruiken. Ik heb niet meer echt voor een iron tool. Ik ken deze wel heel eventjes zo plaatsen. En deze ken ik ook even zo plaatsen. Scheelt er even inventory space. Oké, nou. Misschien dat we nog iets vinden. Misschien nog een mimic of een duty vape bijna kan schieten. En hij staat in de pik. Dude, je weet dat je in de pik staat. Zo, al die zoobats hier, man. Nee, jij kan mijn armor breken. Nee. Geen fan. Oh, ik haat die beesten zo erg. Die kunnen dus zeg maar... Oh, hey, hallo. Shop. Nee, niet shop. Je bent vrij. Maar je bent bijna dood. Dus daarom teleporteer ik nu meteen naar huis. Het regent! Oké, Nimbus Montage Engage. En Lament is, heeft het niet overleefd. Jammer. Nou ja, we gaan eventjes Nimbus Montage doen. Dus elke Nimbus die we tegenkomen, jullie kennen de drill ondertussen wel. Oké, blijkbaar is er een meteorenland. Nimbus, vriend! Klootviool. Ja, ik ben hier al eventjes, want ik zie dus dat hier dus zeg maar wel de corruptie gewoon aan het spreiden is. Dus ik weet dat je zeg maar corruptie tegen kan gaan met sneeuw. En gelukkig hebben we sneeuw in onze inventory. Ga weg jij! Dus sneeuw, sneeuwblok. Oké. Oh boy. Eventjes de space laser. Doe maar even daar. Ga weg jullie. Allemaal! Ik kan dit ook doen op het moment dat het niet regent, maar ik vind het nou een beetje makkelijk om het zo te doen. Oké. Hallo Nimbus. Geef me even een seconde. Oké, Nimbus. Wees een buddy. Wees een maatje. Wees een vriend. Of niet. Natuurlijk. Nou ja, gelukkig hebben we die LPV potion nog. Nog een Nimbus! Nimbus galore! Kom op, geef het. En ik zie niks vallen. Damn it. Nimbus! Waarom is het hier zo donker? Ik zie niks. Nimbus rot! Het is een Nimbus rot! Hij is lazy! Maar het maakt me niet uit! We hebben al een Nimbus rot! We hebben hem zeden! Het is een... Nou is een Nimbus rot en dan ben ik zo blij van Nijntje. We hebben een Nimbus rot. Oké, daar ben ik blij om. Oké, nou dat het nog regent, moet ik heel erg snel eventjes terug naar de snow biome. Want dan wil ik eigenlijk ook iets voor elkaar krijgen. Ken ik echt even iets? Nee, mijn inventory, jij mag weg.
Want wat er dus zeg maar ook spant tijdens regen of in de ijsbiome, in de sneeuwbiome, is het dus een blizzard op dit moment. Daar spant nu de ijsgolem. En als we een ijs verder ook nog eens een keer kunnen krijgen. Weet je, wij gebruiken wel heel eventjes die APV potion, waarom ook niet. In een iets langere aflevering weer, waarom ook niet. Goede evenementen zijn altijd welkom bij mij. Oké, dus ik stel even de kaart aan. Laat het blijven regenen, want we weten waar het sneeuw zit. Dus daar gaan we nou naartoe. La 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 la. Oh, ik ben zo blij met de Nimbus Rot. Ik wil jullie zeker laten zien wat dat hij doet. Maar dat kan ik pas doen in de volgende aflevering. Dus, maar dat maakt niet uit. Eventjes kijken of we nou ook nog een ijs verder te pakken kunnen krijgen. Oh, dat lijkt me zo geweldig. Dat lijkt me zo geweldig. Oh, dat maakt mij zo heel blij, konijntje. Oké. Het regent nog steeds. Oké, hier is het. Oh, de ijskolom is zeer gevaarlijk. Hallo. Boemerangen. Hallo. Oh, nee, 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 nee. Oh, boy. Te veel doodles. Veel te veel doodles. Dit is geen slim plan om dit al te gaan doen. Dit is zo niet slim. Of ik moet hem kunnen lokken ergens of zo. Eventjes, Hey! Dat is niet eerlijk. Ik wil eventjes een wapen swappen, ja? Waar is mijn nimbeschot? Daar. Met hem. Hey, 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 hey. Oh mijn god, nog maar 200 health. Moet je kijken naar al die doodles? Zoveel doodles. Dit wordt me dood. Als ik nou een ice golem tegenkom, dan ben ik hartstikke dood, man. Oh, ik ga dood, ik ga dood. Ik moet hem vinden. Ik moet hem vinden. Oké, even knipje hier. Ik wil zo'n kans gewoon niet voorbij laten gaan. Oké, Snow Golem. Ik zit weer op full health. Ik ben gewoon eventjes langs onze nurse gegaan. Oké, Snow Golem. Ik weet dat je gevaarlijk bent. En ik weet dat je me heel erg snel kan pijnigen en doden. Wat gevaarlijk is. Maar als ik jou ergens naartoe kan luren en jou kan verslaan. En dus een ijs verder van jou kan krijgen. Dan ben ik een heel blij konijntje. Oké, het sneeuwt nog steeds goed. Oké. Oh jongens, dit is spannend. Dit is heel spannend. Ja, het regent nog steeds. Of het sneeuwt. Oké, tot nu toe. Nog geen ijskolom. Oké, hier is het einde van de snowbiome. Dus we moeten weer teruglopen. Oh boy. Ik ben echt zo bang als ik hem tegen ga komen. Berwin the Wizard has arrived. Dus de wizard die we vrij hebben gemaakt, of die hebben bevrijd, heeft het misschien niet na kunnen vertellen. Maar de wizard die dus nu is gekomen, die staat dus veilig in ons huis. Dat is heel erg fijn om te weten. Oké, en zo te zien is het nou wel gestopt met sneeuwen. Oké, helaas. Geen ijskolen. Maar ja, dat is voor de volgende regen bij dan weer. Ik bedoel, jongens, we hebben gewoon echt onze Nimbus. Oké, is wel lazy, maar dat kunnen we wel veranderen. En ga jij eens heel snel mijn huis uit. Ik bedoel, waarom... Nou ja, we kunnen dat in de volgende aflevering heel eventjes een extra verdieping maken. Want volgens mij zit alles alweer vol hier. Of niet? Nee. Wizard man, ga eens heel erg snel daar wonen. Sjoes. Het lef van die gozer tegenwoordig. Nou, zoals je ziet, we hebben heel erg veel stuff. En we hebben nog één keer een ruimte om dus hier nog even... Weer regen? Nou, dan ben ik in ieder geval verplicht dus om... hier een tweeparten van te maken. Dus de comments van de dag, die doe ik dan morgen. Doe ik er twee. En dan hoop ik jullie allemaal te zien zeg maar in de volgende aflevering van Let's Play Terraria. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Heb je een tingemeting die je kwijt wil. Of heb je vragen? Dan kun je ook altijd kwijt in de reacties. Morgen gaan we dus gauw verder. Ik zet hem heel even op pauze. Want hoe langer dat het regent, des te beter. Dus ja, ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Terraria. Bedankt voor het kijken. Laat een like achter als je er natuurlijk de tijd voor hebt. En ik zie jullie morgen. En dan gaan we op zoek naar de Ice Golem. En misschien al zelfs een eerste baas verslaan. Wie weet. We gaan het gewoon proberen misschien. Misschien hebben we een nieuwe armor. Ik weet het niet. We zien het allemaal morgen. Ik dank jullie voor het kijken. En tot dan. Doei!